pinautomaat bij winkelcentrum Wezenhof, waarbij 3 weken geleden een plofkraak plaatsvond, keert niet meer terug. Het is te duur om het apparaat te vervangen. Bovendien loopt het contract van de bank met de Spar af. Ook werd er de laatste jaren steeds minder gebruik gemaakt van de pinautomaat. Om te pinnen moeten de inwoners van de wijk nu naar Hatert. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.